er was ook weer een schrijver hier in Duitsland. Die heeft toch weer gezegd: u bent in Dachau geweest en u hebt toch gezongen daar. Ik heb niet gezongen, want dat is een proces geworden. Ik lieb dich. Zum ersten Mal, glaub ich dir. Wirklich, du. Hebt u zich ooit bezig gehouden met politiek? Nee, ik ben geen politicus. Uw carrière was belangrijker dan wat er toen gebeurde in Duitsland misschien in de nazi-tijd. Ja, tuurlijk. Maar u hebt wel opgetreden altijd in de oorlog. Ja, natuurlijk. Ik ben afgetreden, ja. Want u hebt ook wel eens voor Adolf Hitler opgetreden, hè? Daar ben ik ook voor afgetreden. Was dat eigenlijk een aardige man, Adolf Hitler? Adolf Hitler, nog God, ik kende wel weinig. En de kerel was toen dat ze waren. Een wat? Een goede kerel. Een goede vent? Ja. Nou, Joppie, wat redest du? Was? Das war doch kein guter Kerl, der Hitler. Nou ja, das war nicht, aber für mich war er nett. Juppie, Hitler war das größte Verbrecher auf der ganzen Welt. Ja, das weiß ich, Poppy. Da kannst du nicht sagen, wir waren ein feiner Kerl. Was redest du für dumme Sachen? Na ja, ich darf nichts mehr sagen. Nou ist er boos mit mir. Poppy.